Goedenavond. En wat goed dat u er de komende drie kwartier bij bent om samen Nederland veiliger te maken. En er zijn de afgelopen dagen bijzondere dingen gebeurd. Dingen die niemand had verwacht. Want weet u nog dat wij vorige week aandacht besteden aan de Europe's Most Wanted List voor zedendelinquenten? Elke twee minuten wordt er namelijk in Europa aangifte gedaan van een zedendelict, zoals verkrachting. Daar is een grote campagne rondgestart. Europol had 18 voortvluchtigen met een naam en een foto op deze lijst gezet. En daar stond ook een Nederlandse zaak bij. Een man die een 23-jarige vrouw in Amsterdam had misbruikt. Daarvoor was veroordeeld en nog 727 dagen de cel in moest, maar spoorloos was. Nu aan de telefoon, meneer Aling. U heeft dus inderdaad bijzonder nieuws. Ja, heel goed nieuws. Want door de aandacht en de druk door de uitzending van vorige week heeft de verdachte zich vanuit het buitenland bij ons gemeld. Nadat we hem dus als het ware 5 jaar kwijt waren. Nou, er is inmiddels contact met hem geweest en er wordt naar mogelijkheden gekeken om zijn straf in Nederland uit te laten zitten. Nou, ook Europol, daar zijn ze heel blij verrast dat het zo snel is gegaan. En we zijn het eerste land dat meedoet aan de campagne dat zijn nationale verdachte heeft gevonden. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Nou, dat is zeker heel erg mooi om te horen. Dank, meneer Aling. 1 bekend dus, maar nog 17 anderen te gaan. Meer over deze mannen vindt u op onze site.